Het is opnieuw een meer dan bonte carnavalstoet in de straten van Heist. Prinses Mirjam trekt met haar praalwagen de stoet op gang. Het is voor het eerst in 3 jaar opnieuw een volwaardige stoet met alle toeters en bellen. Achter een paar jaar corona en vorig jaar ook in mineur heb ik er meer dan zin in. Dus laat het maar komen, hè. De grootste wijziging dit jaar is de afwezigheid van confetti. Die werd in 2020 al verboden in overleg met de werkgroep Carnaval. De beslissing is gevormd geweest en ik denk, op het einde moeten we eerlijk zijn, het was geen confetti niet meer, maar bedrijfsafval. Het was geshred papier, dus het was niet hetgeen dat we wouden. En ook de opkuis nadien was 7000 kilo, een grote 7000 kilo. En nu reduceren we dat toch naar een kleine 2000. Dus ja, dat is wel een gigantisch verschil. Enkele stoetgangers laten het confettiverbod niet zomaar aan zich voorbij gaan, getuigen dit hoopje snippers in deze straat. De ouderen zien het met ledenogen aan. Ik was al een jaar bezig, eigenlijk 2 jaar met corona, allemaal met mijn perforator en mijn rusthuis. Alles staat daar vol met zakken confetti en we mogen dat niet uitgooien. Jammer, echt waar. Maar ja, kijk, de gemeente vindt het te veel om op te kuisen. Ach, spijtig. De carnavalsverenigingen zien het dan weer van de positieve kant. Geen confetti betekent meer geld om snoep te kopen voor de kinderen. We wisten dat dat er een paar jaar al ging aankomen, maar de gemeente heeft in compensatie 50 kilo snoep van alle carnavalwagens gesponsord. Dus dat is wel leuk. En ten tweede, het budget dat we geven normaal aan confetti, kunnen we nu in onze kar weer verder steken. Verlichting, extra snoep. Dus in feite, het compenseert met elkaar. Het carnaval in Heist gaat nog door tot en met Vette Dinsdag of Mardi Gras. Die laatste dag is er nog de babbelutenworp en uiteraard de traditionele popverbranding.